Ja, goedemiddag. Mijn naam is Christoffel den Herder. Ik ben adviseur biologische landbouw en wij zijn vandaag op pad met Lemken in het veld. En wij willen graag wat laten zien over zaaibed leggen en de relatie tussen zaaibed leggen en mechanische onkruidbestrijding. Het is zo dat mechanische onkruidbestrijding eigenlijk het jaar rond speelt. Nou, vandaag kijken we eigenlijk naar het zaaibed leggen, wat daar de relatie is met de mechanische onkruidbestrijding. Belangrijk is bij het zaaibed leggen dat we daar een schaar nemen in plaats van een tand. Want een schaar die snijdt eigenlijk het onkruid af. Zoals jullie kunnen zien is deze akker behoorlijk veronkruid met kamille. Die willen we eerst eens afsnijden, laten drogen en in de tweede bewerking eigenlijk het echte zaaibed gaan maken. En zoals je ziet, vandaag hebben wij de Lemken Compactor hier rijden, een 6 meter machine. We zijn een vals zaaibed aan het maken, zoals dat heet. En we hopen eigenlijk dat we hier het onkruid mee op kunnen ruimen. En tegelijkertijd eigenlijk nieuwe onkruiden kunnen laten groeien. En die in een tweede bewerking eigenlijk helemaal opruimen. En dan kunnen inzaaien. Dan hebben we een schone start van het seizoen. Het mooie aan de compactor is dat de egalisatieplaten ook stekend staan. En doordat ze stekend staan, schrapen ze eigenlijk de ondergrond helemaal vlak. En het mooie daaraan is eigenlijk dat de fijne grond eigenlijk eronder blijft liggen. De kluitjes rollen er wat over. En ook de ondergrond wordt heel mooi vlak geschoffeld. Geschaafd eigenlijk als het ware. Waardoor de schoffel daarna eigenlijk heel mooi vlak gaat lopen.